Mijn naam is Hanneke Heuts. Ik ben kennismakelaar bij het Huis van de Brabantse Camper. Ik ben Bjorn Leuring, vierdejaars student stad- en streekontwikkeling aan Hals Hogeschool. Het Huis van de Brabantse Camper is een organisatie die de ambities van de Brabantse Camper tot uitvoering brengt. Een van de ambities die we hebben is onderwijs betrekken bij alle projecten die hier in de Brabantse Camper plaatsvinden. En ik probeer op verschillende manieren studenten en onderwijs te betrekken bij de werkzaamheden die we hebben. Wij zorgen hier dat die studenten goed begeleid worden, dat zij ook andere opdrachten kunnen doen die echt bij de opleiding horen, dat ze goede werkplekken hebben en dat ze zichzelf dus breed kunnen ontwikkelen. Het project wat wij voor het Huis van de Brabantse Camper draaien is het jongerenvouchersproject. Kort gezegd houdt het in dat jongeren bij ons projecten kunnen indienen. Het zijn dan vaak activiteiten. En daarvoor kunnen ze dan bij ons vouchers aanvragen. Het doel van het project is om de jongeren meer te binden aan de regio. Op deze manier willen we ontgroening en vergrijzing tegengaan. Om zodoende de leefbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren en duurzaam te houden. De reden dat wij voor de HAS gekozen hebben, is dat wij veel samenwerken met de HAS. En een van jullie opleidingen sluit ook aan bij de werkzaamheden die wij doen. Dat wij hier ook een goede samenwerking in zagen.